Leidal is een intercommunale, dat wil zeggen een groepering van 13 gemeentebesturen rond Kortrijk. We werken voor ongeveer 300.000 inwoners. Nu, wat doen wij? We doen heel veel dingen. We zijn gestart oorspronkelijk vanuit alles wat te maken heeft met de aanleg van bedrijvenzones, stedenbouw en woningbouw. Dat zijn nog altijd een aantal activiteiten die we doen, vooral bedrijventerrein en stedenbouw. Ondertussen is streekontwikkeling, want we zijn een intercommunale voor streekontwikkeling, uitgegroeid tot veel meer. Dat gaat even goed over natuur en milieu, dat gaat over landschap, dat gaat over e-government enzovoort enzovoort. Wel, ik ken Patrick de Jager eigenlijk al lang en ik heb hem zien binnenkomen hier in functie van het Benelux-park ook, met de vraag om zich hier te kunnen vestigen. Maar die vraag is een beetje veranderd in de loop van de tijd. Dat was eerst, ik ben bezig met een internationale pot te maken, eigenlijk een expansie in verschillende andere landen in Europa. En ik wil daarvoor mijn hoofdkantoor maken in Kortrijk, op deze plaats. En dan een beetje later is het verhaal verruimd geworden en gezegd van ik ben eigenlijk ook bezig met innovatieve dingen. Met dingen waar ik vroeger niet aan gedacht had. En dat kwam onder meer uit de contacten die er geweest waren in het kader van de Week van het Ontwerp. Dat die blijkbaar met jonge mensen van Houwest in contact gekomen was. Designregio had leren kennen en een enthousiasme opgebouwd heeft om te zeggen van daar ga ik dus helemaal nieuwe dingen mee gaan doen. En dat vond ik zo'n boeiend verhaal. Om dat te zien gebeuren, hoe dat eigenlijk een vroeger klassieke ondernemer evolueert en meegaat in een heel nieuwe dimensie en daar met een ongelooflijk enthousiasme over spreekt. We weten natuurlijk dat het over een kantoorgebouw gaat. Het is het eerste kantoorgebouw op het Beneluxpark. Het is ook het kopgebouw ervan, dus een bijzondere plaats op dat Beneluxpark. We weten dat hij een ambitie heeft om dus ook in de richting van design, om dat ook een markant, een sterk architectuur gebouw van te maken. We weten ook dat hij eigenlijk ook op een vernieuwende manier intern wil werken binnen dat gebouw. En wil banden leggen met andere bedrijven en proberen van daar ook linken mee te gaan maken. De Luxpark is eigenlijk een uitbreiding van het bestaande Kennedypark. Het Kennedypark dat hier ligt, 30 hectare groot, en dat er reeds in 1976 gestart is. Kantorenzone, een zone voor kantoren en voor diensten, dat volgebouwd is en dat moet uitgebreid worden. Nu, we proberen dat nu op een beetje een andere manier te doen. Als u naar de maquette gaat kijken, dan ziet u dat er een verschil is met de aanleg die we vroeger deden, maar dat we vroeger, laten we zeggen, de bedrijfsgebouwen, de kantoorgebouwen zetten als een soort van grote villa's in een groene ruimte die iedereen zelf moest aanleggen en die door hagen en zo afgeschermd worden van de omgeving. Proberen we hier op dat gedeelte eigenlijk in die grotere omgeving een soort van open ruimte te maken, een soort van parkachtige, Beneluxpark, parkachtige structuur te maken die één grote ruimte vormt, maar die toch door een aantal elementen een samenhang vertoont. Door de positionering van de gebouwen die plaatsvindt door ze nauwkeurig op de hoogtelijnen van het terrein te laten volgen. Het zijn de hoogtelijnen die eigenlijk de positie van de gebouwen bepalen. Door te maken dat we met een soort van gemeenschappelijkheid van materialen zitten. Dat we met kleine elementen zoals muren die langs de parking staan proberen een verbinding te maken, dezelfde bomen inplanten. Dus dat er eigenlijk een globaal gevoel ontstaat van werken in een park en niet meer werken op een eigen perceel. Eigenlijk op twee niveaus. Het meest dichtbij is onze samenwerking dat we opzetten met in het kader van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Toulon. Dat is een samenwerking waar we al een goede 20 jaar vanaf 1990 mee bezig zijn. We hebben een heel proces meegemaakt. We hebben grenzen gehad die ons lang gescheiden hebben. En het zal ook lang duren tegen dat die grenzen ook stilletjes aan het verdwenen zijn. Dus eigenlijk proberen wij mee te werken aan een stukje Europa maken. In de praktijk, niet in de grote theorie, maar in de praktijk. En dat betekent voor ons twee dingen. Dat betekent ten eerste dat we willen dat er een
een aantal problemen die zich vandaag stellen voor de mensen van grensoverschrijdende stad, dat die opgelost worden. Als je vandaag een bus neemt, dan gaat die bus tot net over de grens, dan moet je uitstappen, in een wachtkoetsje gaan staan en een nieuwe bus nemen om verder te vertrekken. Dus de logica van verbindingen is grensoverschrijdend onderbroken, om een voorbeeld te geven. Zo kan je 1000 voorbeelden geven van kleine dingen die grenzen met zich teweeg gebracht hebben. Dat is één ding. Tweede is dat we erin geloven dat ook in de wereld het niet meer de naties zijn, de grote rijken zijn, de empires, die de vorm geven aan de wereld. Dat is 19e en 20e eeuw geweest, maar vandaag zijn het de grote steden, de metropolen, die de centra zijn van de ontwikkeling, van onze socio-economische ontwikkeling in de wereld. Dat ziet overal gebeuren. Wel, wij zitten met het Kortrijkse een beetje in de uithoek van Vlaanderen, relatief ver van Brussel. Wij behoren niet tot een sterke metropool, tot een sterke stad. Op onszelf zijn we te klein ervoor. En door de aansluiting te zoeken met Rijssel en zijn omgeving, met Doornik, met Kortrijk, proberen we op dat niveau een rol te gaan spelen. We geloven dat dat de enige weg is om eigenlijk ook met onze streken mee te gaan in een groter verhaal. Onze ambitie is een beetje om te maken dat in hetgeen dat wij doen, hè, dus van dat niet te doen op een geïsoleerde manier, niet te kijken naar de sector en te zeggen wij zijn er voor de bedrijventerreinen en anderen die zeggen wij zijn er voor cultuur en nog iemand anders zegt van wij zijn er voor kennisschap. Wij proberen van in alles wat je doet die dingen met elkaar te vermengen, omdat we absoluut geloven dat als dingen elkaar bevruchten, dat ze meerwaarde geven, dat ze meerwaarde worden dan het ene element waarvoor dat je het oorspronkelijk gaat doen. Dit is ook de bedoeling met het Benelux Park.